We zijn op hoofd. Rijmt op boot. Peninsula. Naast Dublin. En vanaf hier kun je op een heldere dag. Zou je Wales moeten kunnen zien. En de Mourne Mountains. Maar we zien vooral nu. Oh, ik zie de Mourne Mountains. Zie je de Mourne Mountains? Ja. Waar? Daar, recht vooruit. Oké, okay, dus maar dat zijn de Mourne Mountains. Maar de coolies zijn, want die komen eigenlijk of de coolies. Ten Berger, die hebben wij thuis niet. De coolies, die liggen bij Carlingford. Als je daar kijkt, recht vooruit, je moet een beetje weten, maar dan zie je zo'n zwagelijk silhouet van bergen daar. In de, nou, daar doorheen kun je het natuurlijk nooit zien, maar niet. Zie je het hier recht? Oh ja, dit vannacht, nou, Dientje had voorbeeld een berg. Oh shit, nu zie ik ze ook, ja. Oké, okay, dat kan je op het filmpje niet zien. Maar nee, geloof me, daar zijn bergen. Hier is een eilandje waarvan ik de naam dus weer niet weet. Is dat de... Island's Eye? Dat verdere? Denk ik wel. Island's Eye, dat is dus een bird sanctuary. En hiervoor heb je geloof ik een oud klooster. Middeleeuws. Ja. Hoofd. Ja. Ziet er wel leuk uit. Hier zijn we dus helemaal naartoe geklommen. Oké, okay. Tegenwoordig hebben mensen mobiele telefoons. Daar zie je een klooster. Nee, op dat eilandje is er één. Dan zie je daar in de verte de Wicklow Mountains en daarvoor de Braes Head en dan daarachter de Sugarloaf. En dan hebben we hier Dunleary inderdaad, dus de veerboot. En dan Dublin. En als je goed kijkt zie je hier het stadion. Ik denk dat het een ander is. En natuurlijk, wat je hier ook overal hebt, is een golfbaan. Ja, het is een golfbaan. Toch? Het is een golfbaan, ja. Maar die is vooral heel erg mooi. Met veel bloeiende hei en zelfs bloeiende gorse. En natuurlijk prachtig weer, waardoor de Ierse Zee echt azuurblauw is. Oké, okay, tijd voor thee en een stukje ontbijtkoek. Wat vinden jullie, dames? Ja! Oké, okay, in de haven van Hoofd, waar dus heel veel vissers ook aankomen. En waar we dus ook net langs de visbij zijn gelopen. En wij vis en chips hebben gegeten. Zijn er dus ook andere dingen, zoals zeemeeuwen om de vis op te eten. Aalscholven zien we beneden daar. En veel leuker. Zeehonden! Drie zeehonden. Hier is één. Aangedaan. En deze hangt heel leuk. En die is aan het wachten tot iemand een visje. Ja, maar dat zou je ook doen. Ja, met veel stof. Nou, niet altijd. Het ligt eraan. Dus ze blijft me niet doen. Hij heeft ook fantastisch die snorharen. Echt zo. Oh, daar is er in de verte nog een. Wij zien er drie. Maar ze komen aan. Ze komen er gewoon aangezwommen. En wij dachten dat dolfijnen al bijzonder waren. Bray. Erg leuk. Zeehonden. Dan gaat hij onder water en komt hij aangezwommen. En deze hangt te wachten op zijn buurvrouw of buurman. In your hands, they cross the water.